Kapotte spullen worden tegenwoordig met het grootste gemak weggegooid en vervangen. Of het nou om een kapstok gaat, een koelkast of een dvd-speler. Als het niet meer functioneert, duurt het vaak een eeuwigheid voordat het gerepareerd is via de leverancier. En valt het buiten garantie, dan kan het ook nog eens een hoop geld gaan kosten. In Beeterswaar geeft men hier tegenwoordig een antwoord op, het Repair Café. Dit concept geniet landelijk al grote populariteit. En ook in Friesland wordt het repareren van defecte spullen door gespecialiseerde vrijwilligers steeds populairder. Het café in Beeterswaag valt onder het officiële landelijke concept en is dan ook goed verzorgd. Vrijwilligers met verschillende vaardigheden helpen de consument hun oude, vertrouwde spullen weer nieuw leven in te blazen. Elke laatste zaterdag van de maand kunt u in activiteitencentrum Het Klaverblad in Beeterswaag terecht om uw artikelen kosteloos te laten repareren. Repair Café, wat is dat precies? Een Repair Café, dat is een café waar vrijwilligers die goed kunnen repareren en dat ook graag doen, kapotte spullen van mensen repareren. En dat doen ze aan de ene kant omdat ze het graag doen, aan de andere kant omdat er heel veel spullen zijn die bij mensen thuis kapot zijn en soms weggegooid gaan worden of op zolder staan of achter in de kast in een hoekje. En het is veel beter voor het milieu, voor de afvalberg, wanneer spullen zo lang mogelijk gebruikt worden. Vaak zijn het maar kleine reparaties. Nou, die zijn bij uitstek heel geschikt om te komen laten maken in het Repair Café. Kunnen mensen de kunst afkijken? Nou, en ze zijn blij als hun spullen gemaakt worden. En het is dus eigenlijk voor iedereen? Het is voor iedereen, ja. En is er veel animo voor, het is nu natuurlijk druk, het is vandaag de openingsdag, maar is er veel animo voor dit soort initiatieven? Ja, er is heel veel animo voor. Er zijn, het gaat nu tussen de 400 en 500, dan gaat die richting op in Nederland. Zijn er plekken waar vrijwillig gerepareerd wordt. Er is een landelijke organisatie, Stichting Repair Café. En daar zijn wij ook bij aangesloten, want ja, ze hebben het concept uitgedacht. En alle materialen die je nodig hebt om te kunnen starten, logo's bijvoorbeeld, die kan je daar afnemen. Je kunt ondersteuning krijgen. Dus Beeterswaag is een actief dorp. En je ziet het, er is heel veel belangstelling. Mevrouw Jacobi, wat brengt u naar Beeterswaag vandaag? Ja, een Repair Café. Een Repair Café, dit is de opening, hè? Ja, ik ben gevraagd om dit te openen, om even wat meer aandacht aan te geven. Dat heb ik gedaan door op een dikke spijker te mappen. Dat ging in één keer goed. Best zelfverkondig. Nee, wat het mooie is, volgens mij zijn er in Friesland, als er al eentje is, dan gaat het goed. Maar volgens mij komen ze nu wel op. En in landelijk speelt het al meer. En het is natuurlijk een hele prachtige manier om mensen die handig zijn, die willen wel graag knutselen. Die zijn thuis klaar met hun handigheden. En wil je niet dingen weggooien, dan heb je mensen nodig. Je kan het zelf niet, dan heb je mensen nodig om je heen die dat doen. Het is super gezellig. En hier staan, ik keek net, ongeveer al 50 artikelen die wachten op reparatie. Het is een lange wachttijd. Het is echt, daar hoef ik geen woorden aan te wijden. Het is een groot succes al. En had u zelf ook wat meegenomen om te laten repareren? Nee, want ik heb een hele handige man. Hoe bent u bij het Repair Café terechtgekomen? Hoe ben ik hier terechtgekomen? Ja, via eigenlijk. Op een gegeven moment ben ik door iemand gevraagd. Ik weet de details niet eens meer zo precies, maar in ieder geval een aantal mensen die ik wel kende, daar ben ik toen mee in contact gekomen. En ja, van het een kwam het ander. En wat repareert u zoal? Vooral elektronica. Wat is uw het meest bijzondere wat u vandaag hebt voorbij zien komen? Nou, het meest bijzondere, dat is een teleurstelling geweest. Dat was een koffiezetapparaat wat met mogelijkheid was te repareren. Dus we zijn er met twee man mee bezig geweest, maar dat ging niet lukken. Dus dat was een slecht begin. Dan zien we u hier elke maand terug? Ja, Steven kan wel, ja. Ja. De laatste zaterdag van de maand, hè, dan zijn we hier. Dus, En toch ging de stroom eraf.